ultimate epicness! Meester, ik heb weer een aantal spellen gevonden. Oké, mijn troepen. Wat voor games nu weer? Iets met vijf gekke games? Ik heb hier de perfecte persoon voor. Hallo? Hey, Ronald! Lang niet meer gesproken! Okay. Ik heb vijf gekke spelletjes voor je! Oh god! Jullie horen het inderdaad goed! Ik heb vijf gekke games gevonden! Ik heb weer vijf gekke games gevonden! Waarschuwing! Waarschuwing! Ze zijn zonder grappen echt gek. En jullie moeten achterlaten in de reacties een top 5. Op nummer 1 zetten jullie de game die jullie het gekst vonden. En op nummer 5 de games die jullie het minst gek vonden. Willen jullie nog een aflevering van 5? Puntje, puntje, puntje games. Mensen wel zeker weten dat bedankt duimpje omhoog. De vorige video had meer dan 7000 likes. Echt super bedankt voor jullie support. Dan is het nu tijd voor de 5 gekste games ooit. Room. Vandaag krijgen wij ook wel betaald om iemand pijn te doen. Wie wil dat nou niet? Doe je vinger omhoog als dat een van je dromen is. Ja, dat is wel een droom voor heel veel mensen, hè? Deze game is blijkbaar door heel veel mensen aangevraagd. Dus ik dacht, oh, laat ik het vandaag eventjes gaan spelen. Nou, daar hebben we hem hoor, jongens. Onze allereerste slachtoffer. Vandaag gaan we je pijn doen. Jij zal lijden. Dat is best wel epic. Zo te zien hebben wij $2500. Dus we hebben $2500 om deze dude die pijn te doen. Wie wil dat nou niet? We hebben hier zo te zien verschillende soorten achievements. Doe 800 schade met een minigun. Oké. Ik heb niet eens een minigun. Hoe kan ik schade doen met een minigun als ik niet eens een minigun heb? We plaatsen hieronder eventjes verschillende soorten mijnen. Dat gaat pijn doen hoor. Hij ziet de dood al in zijn ogen. Ga onder hem eventjes verschillende soorten zagen plaatsen. Hij gaat pijn lijden hoor. Mijn droom komt uit. Iemand betaalt pijn doen. Waarom niet? We kunnen blijkbaar springplanken toevoegen. We gaan gewoon zoveel mogelijk toevoegen. Deze dude hier gaat lijden. Een hooivork. $170. Blijkbaar gaat hij daar aan hangen. Dit is echt heel leuk. Al ons geld is zo te zien nu op. Dit is wat we allemaal hebben. We hebben 4 zagen. Oh, 3 bommen. Ja, dit gaat epic worden hoor. En we hebben nog veel meer. Weet je wat? 3, 2, 1. Light in hell. Daar gaat hij hoor. We zitten nu gewoon al op 500 damage. Dus ik heb hier eigenlijk best wel een goed gevoel over hoor. Oh, hij gaat nog eens over de zaagjes heen hoor. Oh. Was dit het? We zien wel met z'n allen dat hij superveel pijn heeft. Daar geniet ik wel van. Maar we hadden maar gewoon een damage van 1280. Ik wil die 2000 damage hebben. Oké, wat ik nu heb gedaan, we zien hier verschillende soorten springplanken eronder. Maar als de springplank geen energie meer, ontploffen ze. En tussen de springplanken in zitten een aantal bommetjes. Dit gaat epic worden. 3, 2, 1. Lijkt zoveel mogelijk pijn als je kan. Ik denk dat hij nu best wel veel pijn gaat lijden hoor. Ik heb hier een goed gevoel over. Gaat het ons gewoon lukken om de 2000 damage te halen? 1600 damage. Hop, bijna. Kom op. 30, nog de... En we hebben de 2000 damage jongens. Applausje. Woo! Dit was epic. Kijk, hij ligt daar nu dood. Mag ik allemaal een F in de reacties? Een F voor respect. Ik heb jullie steun eentjes heel hard nodig. Wat was dit voor spel? Ik ben een nai. Zijn jullie ook nu zo blij? Deze game stond heel erg hoog op itch.io. En ik vroeg me af, hoe voelt het om een nai te zijn? Dat zijn de vragen die jullie allemaal hebben. Ik weet het 100% zeker. Play! Weer zo snel mogelijk naar de kippenpunt te gaan. Oké, dat klinkt echt heel epic. Laten we dan eventjes door gaan rollen. Oh god. De besturing is zonder grap weer echt super chill. Maar ik heb het gevoel dat we wel rustig aan moeten doen. Want wat gebeurt als we vallen? Dan gaan we kapot. We mogen dus niet kapot gaan. Dit gaat een eitje worden. Oké, we doen het dus rustig aan. Waarom vallen we... Is er ook een manier dat we stil kunnen staan? Kom op, ei. Stel me niet teleur en we zijn gewoon verder. Kijk wie we daar zien. Het is onze mama. Het is een kippetje. Hoe is zo'n grote ei uit deze kip gekomen? Laten we eens een checkpointje pakken. Huppakee. Ja, maar dit was stom. Maar we leven nog. Daar ben ik wel blij mee. Kunnen we door de wasbak heen? Dat kan gewoon hoor. Hoe komen we hier uit? Oh, dat kan gewoon. Dit is voor mij best wel een eitje. Kijk eens eventjes. Als we de rust gewoon pakken, dan weten we 100% zeker, wij gaan niet onze schil breken. Wat de besturing zo rot maakt, is omdat we niet rond zijn. Dit is gewoon echt vervelend hoor. Dit is gewoon echt vervelend. De besturing is zo rot en we komen met moeite uit deze wasbak. Wat als we er rustig omheen gaan?
Ik val er meteen in. Probeer er nou eens gewoon een keertje uit te komen. Hoe lastig kan dit zijn? Dit voelt goed. Dit voelt echt epic. En kijk wie we hier hebben. Het volgende kippertje. Oké, we gaan gewoon rustig door. Oké, dit is dan weer zo jammer, hè? Oh my god, oh my god. Wij gaan niet vallen. Dit doen we nog best wel. We zitten vast. Daar is letterlijk een checkpoint waar we naartoe moeten. Kunnen we niet iets van springen of zo? Ja! Lekker, bro. Je hebt... Ik ben gevallen. We gooien dit weer om. Maar nu moeten we eventjes de rust pakken. We moeten in die panda belanden. Maar dat is pittig lastig. Nee, ik heb het gehaald. Oh, victory. Ik heb het gewoon gehaald, jongens. Ik heb dit gewoon gehaald. Ik heb een ei in een pan gekregen. Dankjewel. Dankjewel. Mijn leven is nu compleet. Geef me likes, alsjeblieft. Ik heb de likes nodig. Vandaag is het een hele speciale dag. Het is best wel een speciale dag. Ik ga trouwen. Jullie vragen je waarschijnlijk af, met wie ga je trouwen? Wie is de prachtige schoonheid die voor altijd in je leven zal blijven? Nou, ze wacht al bij de altaar. Ik ben te laat, zoals elke YouTuber. Nou, dit is de vrouw waar ik mee ga trouwen. Is ze niet knap? Wij zijn blijkbaar een octopus. Besturen is zo te zien best wel lastig. Wij gooien gewoon alles van de tafel af. Ik ga wel trouwen, maar dat wil ik helemaal niet. Ah, daar ligt een sleuteltje. Ik kijk er wel heel erg geïnteresseerd naar. Waarom wilt iemand trouwen met een octopus? Is dat niet raar? Laten we de sleutel even oppakken en... Oh my god, de besturing is zo rot. En wij openen eventjes dit kastje. Open dit ding eens. Doe niet zo vervelend. Het is maar een klein stukje. We hebben het gedaan, jongens. Doe het eventjes. En wat zit hier? Oké, we hebben het helemaal... Oké, we hebben het kapot gemaakt. Mijn leven is zo onhandig. Blijkbaar moeten wij nu naar de altaar toe lopen. Ja, maar de besturing is echt irritant. De vrouw moet nog eventjes wachten, hoor. Die moet nog eventjes wachten voordat het feest begint. Maar dit is toch een achterlijke besturing. Doe de deur eventjes open. Wat voor spannende dingen hebben wij hier? Vind en draag je pak. Ik denk dat ik best wel knap ben in een pak, hoor. Oh my god, ik maak er nu al een bende van. Dit gaat niet als gepland. Gefeliciteerd naar deze blije koppel. Ik zie hier trouwens een knopje. Ik wil niet mijn bruiloft verprutsen, maar ik ben wel benieuwd wat er zal gebeuren als ik op dit knopje klik. Ik ga erachter komen. Ja, ik heb het verprutst. Ik heb de verrassing verprutst. Ik zie daar trouwens een deurtje. Ik hoop dat daar ons pak is. En ja hoor. En we doen ons pak aan. We zien er deftig uit. Een deftige octopus. Kom op, doe niet zo vervelend. Hè, de deur is geopend. Dit is zulke vervelende besturing. Waarom zie ik daar een aantal banaantjes? Waarom zie ik dat? Ik ga hier sowieso overheen. Dat bedoel ik. Ik zei toch, ik ga er overheen glijden. Wie heeft dit nou weer getekend dan? We moeten zo te zien onze strik pakken. En die hangt daar aan het raampie. Hoe gaan wij die pakken? Sorry voor de cadeautjes. Oké, laten we mijn strikje even pakken. Want die moeten we eventjes omdoen. Doe hem even om. Zien wij er niet beeldig uit? Mijn vrouw staat op me te wachten. Ja, maar dit is beschamend. Hé, dametje. Kom eens eventjes hier, schatje. Oké, daar gaan we. Hier. Oh, ik heb haar pijn gedaan. Nu kijkt ze boos. Dat ging per ongeluk. Doe het om je handjes heen. We did it, jongens. Daar zijn we dan. Een octopus. Ik vind het nog steeds raar. Ja. Krijgen we niet meer te zien? Krijgen we niet de hele kust te zien? Maar dit is onzin. Ik hou de rest van deze game hou ik nog even open. Willen jullie hier nog een video van? Smash dat zeker weten op een duimpje omhoog. Het is een van de leukste games ooit. Trust me. Ik ben nu officieel getrouwd. Shit. Nou, dames en heren, vandaag zijn wij dit. Een persoon met een kont gezicht. Ik heb geen flauw idee wat we kunnen verwachten hier. Wij hebben een winkel geopend en wij moeten zoveel mogelijk promotie proberen te maken. Maar het probleem is, we moeten de hele tijd ademen. Maar je wilt er natuurlijk ook niet uit je mond stinken. Hij ligt al dood op de grond. Maar het probleem van deze man is, als hij zijn adem weer uitblaast, dan ook wel een scheet uit zijn hoofd. En je wilt natuurlijk niet mensen laten flauwvallen met de geur die je dan geeft. Dus dan moet je je adem inhouden. En dat doe je blijkbaar met shift. Wij moeten blijkbaar 50 mensen proberen te bereiken. Oké, we houden ons adem in. Hallo meneer, neem een papiertje. Nou, dat is de allereerste. Oké, laat de lucht even gaan. En we ademen weer en we laten het weer gaan. We ademen weer. Oh, kijk wie we hier hebben. Hallo mevrouw, jij wilt vast wel een papiertje. We gaan zoveel mogelijk papiertjes proberen te geven. We hebben gewoon al 4 van de 50. We doen het goed, jongens. Hoeveel mensen kunnen wij nu eens een papiertje geven? Jij krijgt een papiertje. Nog eentje. Oh shit. We moeten zo weer aan. Oh, ik ben flauw gevallen. Ja, maar nu heb ik scheetjes gelaten waardoor mensen wegrennen. Nee! Hij kijkt ook nog best wel boos. Ja, dit valt onder discriminatie. We zijn een aantal klanten verloren. Maar wij geven natuurlijk niet op. Wij geven niet op. Ja, neem het even aan. Alsjeblieft, wil jij ook eentje? Kom, snel. En ik ben weer flauw gevallen. Neem het even aan. Neem het even aan. Goed zo. 17 mensen zijn langsgekomen.
Dit voelt echt goed hoor. Dit maakt mij ongelooflijk blij, hè? Dit maakt mij blij. Maar mensen maakten mij belachelijk. Ze werden boos op me. Ze werden boos. Ze werden boos. Omdat ik een poepgezicht had. Dat ik uit mijn mond stond. Maar ik stink niet uit mijn mond. Oké, ik stink wel een beetje uit mijn mond. Maar hey, 17 klanten. Voor de allereerste dag. Lekker bezig. We hebben het gedaan. De game die we spelen is eventjes serious business. Ik ben nog nooit zo serieus geweest. Ik ben 22 en ik heb nog steeds niet mijn rijbewijs. Ronald, je bent zo zielig. Nou, dames en heren, ik heb de perfecte oplossing. Extreme School Driving Simulator. Ik ga leren rijden door de beste. Ik heb geen idee wat het is. Dit spel kost me 60 cent. Dat zegt niet iets goeds om zomaar te zeggen. Nou, dit ziet er al heel goed uit. Ik ben nu al een beetje bang, hè? Dit heeft me 60 cent gekost, oké? Rapper Shoss heeft me aangeklaagd. Dus ik kan niet de dure AAA game spelen voor jullie, oké? We beginnen meteen eventjes bij level 1. Ik heb geen flauw idee wat we hier kunnen verwachten. Het is best wel extreem, hoor. What? Ik val meteen naar beneden. Ik geef mezelf even een tweede kans. Ik doe dit rustig aan. Dit is de reden waarom ik nog geen rijbewijs heb, hè? De trauma's. Ik ga niet falen bij level 1, hoor. Dat gaat mooi niet gebeuren. Ik wil mijn rijbewijs in de pocket hebben. Waar moet ik heen? Bord wijst deze kant op. Dus waarschijnlijk moeten we deze kant op. Level 3! Level 3 alweer. What the fuck? Ja, maar dit is gewoon stop. Er staat wel een timer in van 90 seconden. Maar dat houdt mij niet tegen, hoor. Dat houdt me niet tegen dat ik dit niet ga halen, hoor. God, nee, niet van. Ik meen het serieus. Oh, check this out. Ja, mijn poepen, jongens. Dit spel is echt kloten. En waar blijven de ramps? Ik wil de ramps zien, hoor. Nee, nee. Oh my god. Nu moet ik dit hele rot... Nou, val verder, joh. We gaan gewoon met volle snelheid deze kant op. Zie. Oh, oh, oh. Nee, 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 nee. Oh my god. De besturing van dit spel is... Zo! Rot! Dit is mijn 60 cent niet eens waard. Ik ga zo'n slechte review achterlaten. Kom op, kom op, kom op. Dit is zo cool. Ik ga weer weg. Ik ben hier klaar mee. Kun je nergens het spel afsluiten? Ik zit voor altijd vast in dit spelletje. Nee! 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 Recensie schrijven. Dit spel is echt poep. Recensie plaatsen. Wij sluiten deze keer een video anders af. Ik heb jullie nodig voor deze ene keer. Onze broeders Link, Don, Jeremy en Lekker Spelen zijn genomineerd voor een Feed Award. Link, Fortnite Jachtseizoen, beste serie. Don, beste gamer. Jeremy, beste vlogger en Lekker Spelen, beste twitcher. Wij gaan deze mannen een award geven. Wij ronde bonnetjes gaan ze steunen. Wij gaan nu allemaal stemmen op ze. Want wij gunnen deze jongens een Feed Award. Wij kunnen dit. Wij gaan ervoor. Als een van deze jongens niet winnen, dan sluit ik mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Ronald Planner. En deze jongens krijgen mijn stem. Een stem voor een Feed Award.